Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota. Deze Next schrijft vandaag over de noodtoestand in Georgië, waar het optimisme na de rozenrevolutie van 4 jaar geleden alweer lang verbleekt is. En ik lees de krant met een cultuurhistoricus en publicist, Thomas von der Dunk. En hij woont hierboven. Ja, dat doen we. Goedemorgen, Thomas. Ja, hallo, kom erin. Alles kom goed? In. Ja hoor, ik zal het thema even thee zetten. Drukke dag voor jou vandaag? Ik moet inderdaad wel straks meteen weg, ja. Een trein halen naar Delft. Wat ga je doen? Een bibliotheek, en dat is natuurlijk verder niet zo geweldig spannend voor buitenstaanders. Maar ik moet een wetenschappelijk stuk afronden. Dat had eigenlijk al lang afgemoeten. Ook die dingen hebben wel eens haast. En daar heb ik een afspraak van, je kan alleen maar op vrijdag terecht. Je hebt geen tijd om de keuken op te ruimen? Ik heb geen tijd om de keuken op te ruimen. Dat doe ik altijd s'avonds. S'avonds? Ja, nou, van het weekend hoop ik tijd te hebben om mijn huis op te ruimen. Ik krijg dat natuurlijk al van iedereen op en aanmerkingen over. En dat is ook volkomen terecht. Maar ik heb het te druk. Thomas, het sprookje van de Georgische rozenrevolutie is ontaard in een crisis. Had je dat verwacht toen Saakashvili begin 2004 aantrad? Misschien niet in deze mate. Maar dat het paradijs dat er beloofd werd niet zo aanbreken was me te direct duidelijk. Want? Ja, daarvoor zijn die problemen natuurlijk in dat land veel te diep. Corruptie, niet gewend met rechtsstaat democratie om te gaan. Ja, corruptie is niet afgenomen. Democratische hervormingen laten op zich wachten. Levensstandaard niet gestegen. Ja, vooral dat. De mensen verwachten natuurlijk dat daarna, dat zie je ook in Zuid-Afrika, zie je eigenlijk overal waar die omwentelingen zijn, dat dan direct het paradijs uitbreekt. Ja. Omdat ze het Westen meteen als maatstaf hebben, maar dat heeft natuurlijk wel een tijdje gekost voor we zo ver waren als we nu zijn in het Westen. Ja, notabene een van zijn oude trawanten. Ja. Is opgepakt en die heeft gezegd, deze man is een nieuwe Adolf Hitler. Ja, nou ja, dat is natuurlijk het nieuwe Adolf Hitler, dat wordt natuurlijk overal voor gebruikt. Maar ook als zodanig is dat klassiek. Je krijgt de nieuwe populaire leider krijgt ruzie met al zijn medewerkers van het eerste uur. Ik bedoel, je zou eerder kunnen zeggen dat het is eerder Lenin. Want die kreeg ook met iedereen ruzie op een gegeven moment. En Trotsky die eruit vliegt en zo. Dat soort zaken. Ik noemde net Adolf Hitler. Ja. Jouw vader, ja. Zeer beroemd historicus in de Lage Landen. Die trok ooit volle collegezalen met een imitatie van Adolf Hitler, toch? Dat weet ik. Ik heb altijd gehoord van Wilhelm II dat hij het deed. Zou je vader kunnen nadoen? Nou, niet zo direct. Ik weet wel wat hij dus wel één keer, wat hij volgens mij wel eens heeft gedaan. Ja, je haalt natuurlijk alle dingen van waar. Is dat hij die volkspolitie-soldaat in de DDR-tijd, die daar de wacht hielden voor, dat was de, voor, ja. Dat, voor die wacht van zo'n oud neoclassistisch gebouwtje. Die daar, dat was een maanmaal voor de opvoer van fascisme en militarisme. Ja. En daar stonden dus voor soldaten te marcheren. Dat ging dus echt met Preußisch Stechschild zo, hè? Zo. Nou, als natuurlijk iets militarisme was het dat. Dus natuurlijk een merkwaardige ironie dat dat dus een monument was tegen het militarisme. En daar stonden dus soldaten bij die DDR in die tijd voor zo te marcheren. Dat zit ook veel iets over het regime. Ik geloof dat hij dat ook wel eens zo heeft gedaan. Ik doe dat ook wel. Ik heb dat ook wel eens een keer gedaan voor de klas, zal ik zeggen. Toen ik college gaf. Dat soort beweging zien we nu ook in Georgië. Militair geweld tegen de burgerij. Ja. Die burgerij die hem in 2004 steunde. Is het gewoon een verhaal van een jonge leider die vanzelf gecorrumpeerd raakt door de macht? Voor een deel. Voor een deel. Vanuit zijn perspectief zijn er ook allerlei argumenten om dat te doen wat hij doet. Hij probeert natuurlijk nu wat hij ziet als een opstand tegen het wettig gezag. Probeert hij nu natuurlijk neer te slaan. Waarbij ze natuurlijk zullen blijven schipperen. Nee. Tussen, ook hij blijft schipperen, zie je ook bij Musharraf. Tussen een soort van legitimiteit. Dus er komen natuurlijk wel verkiezingen. Maar graag een beetje geregeld, zoals Poetin dat ook doet. Musharraf in Pakistan, bedoel je? Ja, Musharraf in Pakistan. Ja. Poetin in Moskou doet in feite ook zo. Natuurlijk, er komen verkiezingen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat iedereen daar zomaar aan meedoet. Want doet de orde is natuurlijk ook wat waar. Is ook niet helemaal onzin. En het Westen? Ja, kan niet zoveel doen. Kan kijk, niet zoveel toe. Doen. Kijk toe. Wat zou je moeten doen? Weer een invasie? Om de democratie te redden? Zoals Irak of Afghanistan? Lijkt me niet reëel.
Nee. Misschien, het wordt nu een beetje gemeen, misschien dat men zelfs in het Westen in zekere zin een zucht van verlichting slaakt, want dit bevrijdt het Westen van een aantal dilemma's. Kijk, als dat een dictatuur wordt, dan hoeft men niet meer te praten over NAVO-lidmaatschap, wat natuurlijk het Westen tegenover Rusland brengt. En men zit natuurlijk ook met Georgië in zijn maag, hetzelfde geldt voor Oekraïne. Dus al, ik weet niet, het is een bekende uitspraak, ik weet niet van wie. Als al je dromen waar worden, wordt het een nachtmerrie. Als de hele wereld een democratie wordt, komt Europa voor enorme problemen te staan. Als het op hetzelfde moment gebeurt. Want dan moet je dus die landen gaan toelaten, met alle spanningen die er al zijn. Dan moet je geld gaan geven. Moet je geld gaan geven? Dat Wit-Rusland, ik zeg het maar even cynisch, dat Wit-Rusland nog een stevige dictatuur is, is heel handig. Voor Brussel. Wat is jou verder opgevallen in de krant van vandaag? Nou, dan was hier op pagina 3 een kop die ik niet begreep in eerste instantie. Omdat er 3 woorden in voorkomen die mij niks zeggen. Maar ik hou me ook helemaal niet met sport bezig. Estelle Gullit naar LA Galaxy. Ja, nou, Estelle zegt me niks, LA Galaxy zegt me ook niks. En dus maak ik... Maar Gullit toch wel? Ja, maar ik heb dus die verbinding zelfs niet eens met de Gullit gelegd. Die zei van, god, een econoom, wie zou het in dit geval kunnen zijn? Gullit gaat naar Hollywood. Ja, nou, ook daar denk ik... Leg je toch niet een link met een voetballer? Als er staat Gullit gaat naar Hollywood, denk ik, oh, is een mijn onbekende filmster kennelijk. Die ontdekt is, heb ik iets gemist. Dat het dus de voetballer Gullit is, die me nog net wel iets zegt. Thomas, waar was jij in de jaren 80 toen Gullit de pannen van het dak speelde? Nou, ik had geen tv toen, om te beginnen. En Nederland naar de Europese titel leidde. Ja. Nee, ik weet wel wie Gullit is. Alleen, er staat niet Ruud Gullit, er staat alleen maar Gullit. Dus als dan 2 andere dingen voorkomen die niks zeggen... Ja. Dan denk je, god, er is een andere meneer Gullit die iets doet. Ja, Estelle zegt me niks, Galaxy zegt me niks. Dus in dit geval was voor mij, als er staat Ruud Gullit gaat naar LRS... hier had ik het nog niet gesnapt, had ik alleen wel gesnapt over wie het ging. Raadsel opgelost. Raadsel opgelost, ja. Nu is het raadsel opgelost. Ja, wat mij verder natuurlijk opviel, deze natuurlijk direct die foto waar ik mijzelf... natuurlijk identificeer met deze motorrijder, want dat is mijn positie. De kilometerheffing in Amsterdam, ja, de primeur. Een primeur. Voor jouw stad? Ja, nou ja. Ben je trots? Trots. Of het systeem werkt, weet ik niet. Maar bij die foto viel mij natuurlijk direct die ene motorrijder op, want dat is natuurlijk mijn positie. Jij bent motorrijder? Ik ben motorrijder. Overigens hier een vrij luxe positie, want hij kan hier tussendoor. En wat mij natuurlijk steeds vaker ergert, en daar zou ze tegenover de optreden, is het feit dat je er niet meer tegendoor kan. Dat komt door al die dikke terreinwagens die tegenwoordig zijn linker rijstrook bezetten. En bestelbusjes, dat was vroeger niet zo. Daar stond natuurlijk alles wat gewoon breed was. De vrachtwagen stond keurig rechts in de file. En links waren beschaafde kleinere auto's, smaller. Dus dan kon je met de motor tussendoor. Dat is steeds moeilijker. En wat doe je dan? Ja, dan moet je dus helaas wachten. Of toeteren. Of heel opzichtig slalommen. Om duidelijk te maken, u staat in de weg. Dan kijk je zo eens boos aan. Ja, jongeren verprutsen hun intelligentie met drank. Dat is... Ik zou zeggen, waren ze dan niet al dom als ze dat deden? Hoe zat dat met de intelligentie als die dan... Maar ja, een toenemend probleem. Roept dit jeugdsentiment bij jou op? Nee, want ik heb nooit gezopen. Dat was in mijn tijd ook nog niet gangbaar. Nee, ik denk dat mijn eerste glas wijn dat ik mijn 16 of 17 heb gedronken niet eens lekker vond. Dus ik ben eigenlijk, ik denk nog niet veel alcohol, maar pas misschien als student iets gaan drinken. Ik zag dat wel. Klopt, ik drink bijna elke avond, maar eigenlijk ook het enige wat ik drink voor het naar slapen gaan, een half glas port. Maar je hebt geen wilde jeugd gehad? Nee, ik heb een hele brave jeugd gehad in een oerzaai dorp. In dat opzicht. Zo'n forensische plaats. Beeldhoven, ja precies. Zo'n saaie forensische plaats waar natuurlijk nooit iets gebeurt. Onder de rook van Soestdijk. En daarom ben je republikein geworden? Ik ben op Soestdijk geboren, althans in Soestdijk. Niet in het paleis, maar in een katholiek bejaardenhuis... gedreven door nonnen, 200 meter van Soestdijk. Ja. In de buurtschap Soestdijk, want het is ook een buurtschap van Soest. En daarom ben je lid van het Republikeins Genootschap geworden? Ik had al vroeg door dat dat is iets wat niet helemaal wat een beetje gek is. Dat... Op de pagina multimedia, aandacht voor kleren kopen. Slim shoppen kan ook leuk zijn. Waar koop jij je kleren? Want je hebt meestal een leren broek aan... Maar nu niet vandaag, het valt Nee, toevallig de ritssluiting ging gisteravond stuk. Dus die moest ik... Ik had natuurlijk wel een andere even uit de kast kunnen nemen. Maar goed, ik wist niet dat jullie dat geldig op prijs zouden stellen... als ik in volgornaat verscheen. Dus ik heb inderdaad even gewoon snel een spijkerbroek aangetrokken. Je bent een afwijkende persoonlijkheid... in de bedachtzame wereld van commentatoren en columnisten. Ja. Je wilt natuurlijk gewoon qua uiterlijk, ja. Dus enerzijds dat ik me daar prettig bij voel... dus ook een beetje een statement. Dat zal ik ook niet ontkennen. Ja? Wat is de statement? Ja, dat je duidelijk een eigen positie kiest. Een beetje weg van het grijze pakkencircuit.
Waar koop ik mijn kleren? Mijn ondergoed gewoon bij de HEMA, geloof ik, grotendeels. En mijn overhemden vaak bij V&D of C&A. Ik heb eigenlijk heel weinig tijd om te doen. Het enige waar ik inderdaad wat tijd voor uittrek is altijd als ik weer zo'n leren jack wil hebben of een leren broek. Letterboy. Ja. Precies, als je dat zo wil. Ja, en wat me verder opviel natuurlijk hier, Koreaan in Los Angeles. Dat wil zeggen dat de Aziaten en de Spaanse betalende bevolking in feite nu de klassieke Amerikaan... Ja, het Engels is op zijn retour als gevolg van een hardere aanpak van migranten. Ik weet niet of het daar direct mee samenhangt. Ja, dat staat in het stuk. Ja, maar goed, dat zeggen ze inderdaad in het stuk. Maar ik denk ook kwesties van aantallen. Ja. In bepaalde dingen. Als je ook dat weer een beetje cynisch formuleren kan. Hè, ik bedoel, eventjes los van die Koreanen. Veel groter is natuurlijk het aantal Latino's daar. De Spanjaarden, de Spaanstaligen pakken nu langs de demografische weg terug. Dat deel van de Verenigde Staten, de Amerikanen in het midden van de 19e eeuw, hebben veroverd op Mexico. Want Californië, Texas, Arizona waren allemaal Mexicaanse provincies die natuurlijk voor een groot deel bevolkt werden door Latino's. En daar kwam dan zo'n protestantse, die WASP-elite, die White Anglo-Saxon Protestant elite, kwam er overheen gerold. Nu pakken ze het weer terug. Ja. Zo kan je het eigenlijk zien. Langs de demografische weg. Zou je het erg vinden als in Nederland het Nederlands op zijn retour zou zijn? Dat is natuurlijk al. Als je kijkt naar wat onze eigen elite doet. Het liefst alles natuurlijk in het Engels. Dat geeft status. Ik bedoel, het meest mooie vond ik nog dat de inburgeringscursussen voor Marokkaanse vrouwtjes, die moeten dan wel Nederlands leren, aan een taskforce was uitbesteed. Dan zeg ik van ja, waar wil je inburgen? In het Engels? Ja. Dat is natuurlijk heel veelzeggend. Wat is voor jou het meest erge woord of de meest erge uitdrukking nu in het Nederlands die zo voor Anglo-Saxisch is dat je zegt dit kan eigenlijk niet meer? Een Nederlandse, dus je bedoelt nu iets, een woord uit dat wij het Engels hebben overgenomen, een kreet, in het Nederlands nu. Een target. Ja? Ja, een target. Kennelijk is een gewoon doel in je leven hebben niet meer voldoende. Wat zijn jouw targets? Die heb ik dus, ik heb doelen. Ook niet zo uitgesproken, ik doe mijn werk. Zeg ik altijd maar. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toyota.